Yo, lieve gasten, welkom bij een nieuwe Banjo Movie. Vandaag wil ik het met jullie hebben over het oude jaar 2014, want dat doe ik elk jaar. Sinds 2010 doe ik altijd een jaaroverzicht. Dat deed ik ook in 2011, 12, 13 en 14. Nu dus weer! Alhoewel het nu net 2015 is. En laten we eerlijk wezen, 2014 was alles behalve een heel goed jaar voor Nederland. We kregen namelijk ebola, we kregen ISIS, we kregen singles van Roy Donders. En nu is het zo dat we tegen de eerste twee al een oplossing hebben gevonden, maar die derde vind ik persoonlijk het ergst. En dat terwijl het jaar nog zo goed begon, want tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi hadden we alle gouden plakken bij het schaatsen. Of ja, Winterspelen in Sochi, het was eigenlijk meer een soort zomerspelen, want ik zat hier gewoon lekker met een warm zonnetje in Nederland. En dat was ook wel typerend voor dit jaar, want elke dag die wij dit jaar beleefden leek wel alsof het de warmste dag aller tijden was. Dat we elke keer weer een nieuw record verbroken, wow! Ja, terwijl onze aarde daardoor gewoon helemaal naar de kloten gaat, hè. Maar ja, who gives a fuck, we verbreken een record! Woo! En de enige nattigheid die wij dit jaar hebben beleefd kwam wel uit de cloud. Ja, niet de wolken, maar de cloud. Ja, de fappening. Daar waren heel veel onschuldige, hele mooie, prestigieuze meisjes die veel kunnen betekenen voor de wereld. Ja, hun privacyrecht was gewoon geschonden. Hun zijn voor paal gezet voor de wereld met hun naaktfoto's. En ik heb zelf, puur omdat dit mijn werk is, dat ik nu een filmpje erover maak, heb ik ernaar gekeken. En ik ben heel emotioneel. En ik heb daarnaast ook nog heel veel pijn in mijn rechterarm. En naast pijn in mijn arm heeft de fappening er ook voor gezorgd dat ik van de Hunger Games deel 3 ongelooflijk kon genieten. Elke keer als Jennifer Lawrence over dat scherm liep, dacht ik toch bij mezelf. Ja, misschien is het maar beter als ik dat niet vertel hier. Maar als we het hebben over een inbreuk op je privacy, dan hebben we het over Sam Pepper. Applaus voor de clown van 2014. Deze man maakte dit jaar een prankvideo waarbij hij allemaal vrouwen op straat ging betasten bij de billen. En serieus, als je dat soort video's maakt, wat moet ik dan nog met mijn oudejaarsconferentie zoals dit? Mijn werk is al gedaan door zo'n Sam Pepper. Ik ben het ook wel met hem eens. Ik zie ook wel eens op straat een heel mooi kontje waarvan ik denk van, oh mijn god, daar wil ik aan zitten. Maar dat doe je niet uit respect voor de vrouwen natuurlijk. Helaas is de burgemeester waar Koningsdag dit jaar gehouden werd dat nog niet. En die beste man heeft dus uitgebreid aan de billenpartij van Maxima gezeten, ja. En heel eerlijk, nu kan ik wel heel erg doen alsof ik boos ben, maar ik ben gewoon jaloers. Ik ben ongelooflijk jaloers dat hij een royale kontpartij in zijn handen heeft mogen houden. Serieus? Dat is respect. Ik zou dat nooit durven als ik in de buurt van Maxima was. Die burgemeester die doet het gewoon. Oh. En over burgemeesters gesproken trouwens, Onno Hoes, oh man, wat heeft die man veel geneukt het afgelopen jaar. Oh, wacht even, ik weet dat ik heel veel jonge kijkers heb, dus neuken is misschien een raar woord nu. Onno Hoes, die heeft allemaal tienerjongens via Grindr, een soort Tinder, benaderd, om vervolgens met hem een soort first kiss video te maken. Zoals deze, alleen daar waren de kusjes niet per se op zijn mond. Ik maak het alleen maar erger, geloof ik. Maar nu Onno Hoes ontslagen is als burgemeester van Maastricht, zoeken wij natuurlijk een goede leidinggevende voor Maastricht. Harry Piekema van de Albert Heijn, hè? Die duurt, als die burgemeester wordt, zou ik het gruwelijk vinden. Maar helaas kunnen wij niet zomaar beslissen dat Harry Piekema de nieuwe burgemeester wordt. Nee, daar zijn gemeenteraadsverkiezingen voor, ook het afgelopen jaar. En geloof mij, de gemeenteraadsverkiezingen is een van de meest ingewikkelde dingen die het afgelopen jaar gebeurd zijn hier in Nederland. Ter vergelijking, het is net zo ingewikkeld en stom als Loemen. Hoe de fuck kan Loemen zo populair zijn geworden? Het ergste aan Loemen is trouwens nog dat er af en toe van die kinderen op je afkomen. Vol trots met een armbandje die foei lelijk is. En dan moet jij tegen die kinderen gaan zeggen, wat een prachtig armbandje. Ik ben zo ongelooflijk dankbaar dat dit armbandje voor mij is. Nee! Oh mijn god, wat is dat Loemen? Achterlijk, achterhaald, irritant, stom, lelijk. En oh, ik ga gewoon mijn andere hand gebruiken ook. Stom, Mibroloïde, het is zoveel tegelijkertijd. Het is nee. Loemen is een nee. En goed nieuws over het Eurovisie Songfestival. Want wij waren tweede met de Common Linnets. En dat betekent eigenlijk net zoveel als dat wij de beste waren van alle verliezers. Ja, van alle verliezers waren wij de beste. Want wij hebben verloren van een soort manwijf. Een vrouw met een baard. Ja, een vrouw met een baard, Conchita Wurst. En nu hebben wij er natuurlijk over nagedacht. Wij sturen ons eigen manwijf, namelijk Treintje. Nu maar hopen dat Treintje niet per se een Nederlands ingekocht treintje is als de Vira. Want dan mag hij wel 10 keer eerder vertrekken. Anders is ze nooit op tijd voor het Songfestival. En trouwens, het enige verschil tussen Conchita en Treintje Oosterhuis is wel dat onze Treintje Oosterhuis het WK Scheerschuim heeft gebruikt. Terwijl Conchita er nog steeds naar op zoek is. En dan nu door van het WK Scheerschuim naar het echte WK. Want we vlogen eruit tegen Argentinië. We werden derde tegen Brazilië en Duitsland. Ja, die werd wereldkampioen. Maar
Europa wordt telkens meer één. Iedereen zeikt erover. En als Europa telkens meer één wordt, dan hebben wij technisch gezien ook het WK gewonnen. Joehoe! Dus dankeschön, Mannschaft, voor die Weltmeister. Dank u. Tijdens het WK was er het grote lichtpunt, de goal van Van Persie. Maar er was ook iets heel ergs gebeurd in de zomer. En ik denk dat we dat allemaal weten. Het is een verschrikkelijk grote ramp geweest voor iedereen hier in Nederland. En ik denk dat iedereen hier wel in mindere mate of in bepaalde mate, in grote mate erdoor getroffen is. Het heeft ons de hele zomer een beetje in de greep gehouden. En ja, ik denk dat jullie het al lang weten waar ik het dan over heb. En het is natuurlijk de Roy Donders huispakken. Hoe kan dat populair zijn geworden? Als die Roy Donders huispakken populair zijn, waar gaat onze maatschappij dan wel niet naartoe nu? Ik denk oprecht dat Duitsland zo langzamerhand een betere smaak heeft ontwikkeld dan Nederland. En dat zegt heel veel, geloof me. Ik ga liever in een Duits pakje jodel op de bergen dan dat ik in dit pak van Roy Donders de stad moet doorlopen. Het ergste aan het pak is nog wel dat mensen trots erop waren dat ze hem hadden. Dus ze maakten ook selfies van het pak en zetten die op Facebook. Een selfie maken werd in 2013 natuurlijk ongelooflijk populair. Maar in 2014 kwamen alle achterlijke gevaarlijke selfies. Mensen brachten zichzelf in gevaar voor selfies in 2014. Waarom zou je dat doen? En dan is het ook niet gek dat op een gegeven moment één iemand voor zijn bek geschopt wordt terwijl hij een selfie maakt. Een van mijn favoriete video's van het jaar. En dan was er ook nog dit dingetje uitgevonden. De selfie stok. Die kan je dan uitschroeven en dan kan je een selfie maken van een afstand zo, zie je? En dan, haha, ik heb een kutleven. En ik dacht altijd dat deze stok ervoor bedoeld was om mensen die selfies maakten ermee te slaan. Zo, pats! Geen selfie meer. En nu we het over selfies hebben, wil ik één iemand uitroepen tot selfie koning van de wereld. Want hij had een video die mij ongelooflijk aan het lachen maakte. Namelijk Liam van One Direction. Kijk even mee naar deze video waarin hij selfies neemt met al zijn fans. Oh, kijk hem nou. En voor mensen zoals hij wil ik dus heel graag mijn selfie-stok gebruiken. Pat! En nu we het over tieneridolen hebben, kijk even mee naar wat ik vorig jaar zei over Justin Bieber. Elk jaar komt Justin Bieber erin voor. En het wordt telkens een stapje erger. Ik bedoel, nu zit hij graffiti te spuiten, hoeren te neuken, jointjes te roken, tattoos te nemen, alles doet hij. Justin Bieber, dit is speciaal voor jou. Ik wil je echt verzoeken om je één keer in je leven voor één jaar normaal te gedragen, dat ik jou niet in mijn oudjaarsshow mee hoef te nemen. Dus voor één keer in je leven niet belachelijk hard auto rijden, niet alle cocaïne van de wereld achter in je neus rammen en vervolgens ook niet elke Braziliaanse hoer op aarde afneuken. En mocht je dat wel doen, laten we dan afspreken met jouw manager of zo dat jouw volgende optreden in de fucking Gazastrook is, dan zijn wij er ook vanaf. Ik weet ook oprecht niet wat ik erger vind, dat achterlijke gedrag van Justin Bieber of de blauwe vinkjes op WhatsApp, zodat iedereen kan zien dat je bericht gelezen hebt. Het erge is ook dat wij nu inmiddels onze eigen Nederlandse Justin Bieber hebben. Namelijk Dave Rolfink. Zeg maar alles net zoals Justin Bieber, behalve dan enig talent. Nee, Dave Rolfink heeft helemaal geen talent, ook niet gek. Want hij is natuurlijk de zoon van die andere bekende Rolfink. Sterker nog, ik denk dat hij inmiddels wel bekender is dan zijn pa, dankzij het programma Sterren Springen. En het programma Sterren Springen geeft ook wel echt aan wat voor mensen dit persoonfiguur kennen. Hij was een van de meest gegoogelde Nederlanders van het afgelopen jaar. Waarom? Omdat niemand hem kent en iedereen vraagt zich af hoe de fuck is Dave Rolfink? Waarom is hij zo bekend geworden? Dave Rolfink vind ik echt een soort... Ik ga er niet eens meer op in. Oké, jongens, ik weet dat ik nu wel heel erg negatief aan het worden ben. Dus door naar het positieve nieuws, namelijk Knevelen van den Brink is gestopt. Laat het even tot je inzinken. Knevelen van den Brink is gestopt. Het is een van de mooiste nieuwtjes van het afgelopen jaar. Daarentegen is Lingo ook gestopt, wat heel erg jammer is voor Shrek. Want nu moet hij een andere baan zoeken met zijn groene ballen. Badum! En dan nu terug naar het onderwerp selfies. Want naast belachelijk veel selfies hadden wij ook Flappy Bird op onze telefoon. Yay! Waarschijnlijk heeft Apple toen ook bij zichzelf gedacht. Wat is Flappy? Een irritant kutspel. Iedereen gooit zijn telefoon kapot. Wij maken onze iPhone buigbaar. Yay! Alleen als je hem dan buigt, dan gebeurt er echt letterlijk niks bij de nieuwe iPhone. Maar hij is buigbaar. Yay! Wie weet zitten we eind 2015 we allemaal via onze Apple Watch zo Flappy Bird te spelen. Of via onze Apple Watch te googlen naar alle nieuwe pieten van Sinterklaas. Zoals de Burrito Pieten. De Sparrow Pieten of de Zielepieten. Alleen van de Zielepieten heb ik nu al heel veel pieten besproken in deze video. Ik ga expres niks zeggen over de pieten. Nee, ik wil wat zeggen over een ander iets. Namelijk Sneeuwwitje en de Zeven. Nee. Niet dwergen, niet dwergen. Kleine mensen. Dwerg is nu ook beledigend geworden. Dat is dus de maatschappij waarin we leven. Het is en blijft altijd Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, niet Sneeuwwitje en de Zeven Kleine Mensen. Kijk, als het Lilliputters waren, oké, verander het naar kleine mensen. Maar dwergen,
Kom op! Dit is echt typerend voor in de tijd waarin we leven nu. En concluderend, het was een gek jaar waar alles frozen was en ontdooid tegelijkertijd. Een jaar waarin Volkert vrij kwam en we raakten Whalen kwijt. Het jaar waarin Barack Obama naar Nederland kwam voor de nucleaire top en... ja, we verspeelden onze tijd. Grumpy Cat kreeg zijn eigen film. Kim Kardashian met haar foto's maakte fucking veel geld. Is dat nou de bedoeling? Dus hopelijk krijgen we in 2015 eindelijk wat meer... verkoeling. Bedankt voor het kijken, jongens, naar een heel jaar Banjo Movies. Dit was dus mijn Ice Bucket Challenge op de valreep. Bedankt voor het kijken, deel deze video met al je vrienden. En een heel fijn 2015 voor jullie allemaal. Oh, die moet ik gaan opruimen. Latertje. Banjo! Ja? En dit gaat lachen worden, dit wordt goed, jongens. Is alle elektronica weg, hier zit mijn reservekamer in. Echt, het is echt een grafhok hier geworden, maar ja. Gewoon echt? Ja. Laten we het doen voor het echt niet. Dus, hopelijk krijgen we in 2015 eindelijk wat meer... verkoeling.